allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag 1 november en dat betekent dat het tijd was om mijn mijn overview voor... gemerkt dat ik ziek ben. Om mijn hoofdpagina voor de maand november te maken. Allereerst begon ik met de vakjes te maken voor mijn maandoverview. Als ik een beetje ziek klink, ik ben ook effectief ziek. Dat is een klein detail. Maar ik neem eigenlijk het raster over van mijn vorige maand. Want ik vond dat die grootte en die vorm heel goed paste bij het formaat van mijn journal. Dus daar begin ik eigenlijk mee en dan schrijf ik heel de maand uit. Ik kijk heel erg uit naar de maand november. Gaat wel een heel drukke maand worden voor mij. Dus mijn journal gaat zeker van pas komen. En wanneer dat helemaal gemaakt is, is het natuurlijk tijd om de foto's en de versieringen erbij te plakken. Ik haal er een notitie, ja, zo een blok bij dat ik in de Action heb gekocht. Het is niet voor notities, maar er zitten verschillende papieren bij. En daar die heb ik nog niet zo lang geleden gekocht. En daar zitten echt heel toffe papiertjes tussen. En natuurlijk even altijd passen en meten wat waarbij past. Ik had niet echt een idee voor deze maand. Dus het was echt met afbeeldingen dat ik had er iets mee doen. En hebben jullie trouwens iets leuk gedaan voor Halloween gisteren? Wij hadden snoepjes gekocht, de deur was versierd, vooral ze gingen trick-or-treaten. Maar er zijn er deze jaar kei weinig geweest. Vorig jaar was er heel veel volk dat kwam bellen. Nu niet, dus dat was wel wat minder. Dus die zitten met superveel snoep over. Maar voor de rest hebben we niet echt iets gedaan. We hebben gewoon filmpje gekeken, serie gekeken en gewoon wat genoten van de avond. En dat was het eigenlijk. Dus ja. En de maand voor november gaat voor mij redelijk druk zijn. Waarom? Omdat ik heel veel stage heb. Samen ook in de maand december. Dus ik ga proberen elke week wel een video online te krijgen. Maar als dat niet lukt zoals vorige week, is dat eigenlijk de reden. Want ik kreeg gewoon geen video op tijd gefilmd. En nu ben ik toch aan het proberen om wat vooruit te filmen. Dus voor volgende week heb ik sowieso al een video en ik hoop voor daarna ook. Maar ik ga zeker mijn best doen, maar ja, als het niet lukt, mijn school heeft natuurlijk nog altijd een voorrang. Dus dan is dat de reden dat jullie niet afvragen van hoe komt het dat ze niet meer wekelijks upload. Er komen wel nog toffe video's aan. Dus het is niet dat het 2 maanden silent gaat zijn ofzo op mijn YouTube kanaal, dat zeker niet. Ik ga trouwens morgen ook shoppen in de Primark. Daar ben ik super veel zin in. Normaal gaan we altijd tegen december. Maar omdat ik nu zoveel stage heb, gaat dat niet lukken. Dus gaan we nu. Lijkt het jullie misschien leuk om daar een video van te hebben? Want de vorige keer wou ik daar ook een video van maken. En die belichting was helemaal fout. En ik kreeg het niet op tijd teruggefilmd. En dan vind ik het ook zo stom om pas een maand later die video online te gooien. Omdat die collecties dan veranderen. Maar nu dat ik wel nog herfstvakantie heb en iets meer speling heb, kan ik dat misschien er nog wel tussen krijgen. Dus laat me zeker weten of jullie dat leuk lijkt. En de flip-through van mijn volledige bullet journal komt er ook nog aan. Want ik weet dat er heel veel zijn dat daar heel vaak naar vragen op mijn Instagram, op mijn YouTube, omdat ik dat had gezegd. Maar ik heb gewoon nog geen tijd gehad om dat te filmen en nu dus wel. Dus dat komt er zeker aan volgende week. Dus die staat al klaar. Moet ik gewoon nog bewerken. Maar het is al helemaal gefilmd, dus dat komt zeker in orde. En ik schrijf dus zoals altijd de hoogtepunten van de maand op. Die ik dan kan aanvinken als ik die heb gedaan. Ik ben voor wat meer afbeeldingen gegaan met een rozigere tint. En ik ga ook de Clear Stems van Action gebruiken. Waar ik ook mijn vorige weekly de dagen van de week mee had gestempeld. Dat kan je zien op mijn Instagram feed. En hier ga ik dus de maand november mee doen. En ik gebruik dan ook het kadertje rond, want dat vond ik wel heel leuk staan. Ondanks dat ik het super leuk vind, weet ik wel niet of dat bij de stijl van de pagina past. Maar dat zal zo zijn. Ik ga het nu niet meer veranderen. Maar dan maak ik ook nog een hele lijst met goals van deze maand. Ik plaats er nog een leuke quote bij. De goals van deze maand zijn er eigenlijk redelijk wat geworden. En ik vind dat wel interessant om zo die goals bij te houden. Dat heb ik vorige maand ook gedaan.
En dan daag ik mezelf een beetje meer uit. Dat hoeven daarvoor niet heel grote goals te zijn. Dat kan zoals nu bijvoorbeeld zijn. Meer stappen zetten op een dag. Dat kan iets kleins zijn, maar toch waar ik me probeer aan te houden. Dus mijn goals van de maand zet ik er even allemaal nog bij. Dat is dus, zoals ik al zei, een hele lange lijst geworden. En dan is eigenlijk mijn maandoverview van de maand november gedaan. Willen jullie graag ook nog meer weeklies zien? Of willen jullie bijvoorbeeld ook eens zien hoe ik een memory page maak? Want ik ga dit weekend naar de zee. En daar maak ik sowieso een memory page van. Dus misschien vinden jullie dat ook wel leuk om te zien. Laat me dat zeker weten in de reacties. En ik merk dat ook mijn stem enorm achteruit gaat. Dus ik ga het hierbij laten. Als je het een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren als je nieuw bent. En een like achter te laten. Reacties ook altijd fijn. En dan zie ik jullie graag volgende week voor de flip-through van mijn oude bullet journal. Doei! Nee.